Ja, dit is toch fantastisch om in maart zo'n uitslag te kunnen overleggen. Ja, dat zeker. Het is wel fijn dat je weet dat je het kan. Hoe voelt dat, de hele dag in zo'n vlucht? Ja, gewoon wel fijn. Dan ben je tenminste een beetje in controle en je hebt de ruimte. En ja, dat draaide gewoon heel de dag heel goed. Ja, er staat 254 kilometer op je teller. Dat is een ontzettend eind. Had je niet gedacht dat het zo lang ging duren dat je in die kopgroep zat? Ik zeg altijd, blijven eten, blijven drinken. Laat het je concurrentie niet horen, dan kun je ze er in de finale afboren. Dus ja, dat heb ik gewoon gedaan. En dat was blijkbaar goed genoeg. Ja, het WK-baan was heel belangrijk voor je. Hoe kan je dan zo snel die focus weer op de weg krijgen? Dat was niet echt een succesverhaal hoor. Ik heb wel echt, werd in hand samen en zo, werd ik gewoon een beetje eraf gereden en zo. Ja, ik moest echt gewoon inkomen. Dus ik ben gewoon in het diepe badje gegooid, maar nu ben ik een beetje aan het zwemmen dan. Hoe komt het dat het vandaag dan wel lukt? Ja, geen idee. Ik denk dat het er wel, dat het er wel in zit en ik heb die capaciteiten, alleen je kan niet toveren. En je kan niet per se, ja, je weet niet of dat het op welke dag het eruit gaat komen. En nu blijkbaar kwam het er nu uit. Nog een beetje ontevreden, maar morgen helemaal blij met dit resultaat? Ja, ik denk het wel. Ik vind het wel mooi.